Goedemiddag allemaal en welkom bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Vandaag heb ik een interview met Wies van der Pol, manager van de Amsterdamse haven. Wies, goedemiddag, hoe gaat het? Ja, het gaat echt onwijs goed met mij. Nou, dat is mooi. Kun je wat uitleggen over je werkzaamheden in de scheepvaart eigenlijk in Amsterdam? Jazeker. Wij hebben heel veel contact met het buitenland, hier zorg ik voor. Dus eigenlijk komen de schepen door mij binnen. Vervolgens laten we ze leeggraven, ofwel leeghalen, want het gaat natuurlijk om verschillende producten. Laten ze dus leeghalen door een heel grote groep mannen die dat allemaal voor mij doen. Vervolgens wordt alles gesorteerd in de containers. En die containers die worden met heftrucks eigenlijk vervoerd naar de plek waar ze moeten zijn. Daar wordt alles uitgesorteerd en dan komt het uiteindelijk in de supermarkt komt het terecht. Okay. Dat is duidelijk. Laten we eens een kijkje gaan nemen. Wies, waar zijn we nou weer beland? Ja, we staan nu voor een verzameling van allemaal soorten producten. Ik ga het u even laten zien. Zoals je ziet komt er dus heel veel vanuit het buitenland komt er bij ons binnen. Zowel wijn als schoenen, alle merken zoals je ziet. Zo heel veel. In pakken komt ook allemaal binnen. Dan hebben we hier nog de koffiebonen natuurlijk niet te vergeten vanuit Azië. En ook de kranten die komen bij ons binnen. Want onbedrukt, daar heb je niks aan. En voor de rest, nou, dat was het wel zo'n beetje. We hebben nog schoonmaakmiddelen en alles eigenlijk wat je nodig hebt. Nou, dat is mooi. Ga maar even een kijkje nemen. Dus zoek je een leuke baan in Amsterdam met de scheepvaart, met leuke collega's, goed verdiend, veel afwisseling. Kom dan naar de scheepvaart in Amsterdam.